Dag dames en heren, welkom bij Vlaams Parlement TV. Ik praat met professor politieke wetenschappen Johan Akkart van de Universiteit van Hasselt. Op zoek naar verklaringen, waarom is de uitslag wat ze is? Dag professor Akkart. Ja, ik stel voor om de partijen één voor één te overlopen in alfabetische volgorde. Niemand mag ons verdenken van favoritisme. Maar voor we dat gaan doen, eerst een algemene vaststelling die ik wil voorleggen. Een aantal krantencommentatoren heeft erop gewezen dat mensen vooral lokaal hebben gestemd. Alle pogingen van sommigen misschien ten spijt om er een nationale verkiezing van te maken. Het zijn toch echt wel lokale verkiezingen geweest, hè? Ik zou het eerder in termen stellen van ze zijn lokaler dan de verkiezingen van 2012. Als ik terugblik op de uitslagen van 2012, dan ging quasi elke partij ofwel 85% vooruit, ofwel 15% achteruit en omgekeerd. Als ik naar de uitslagen van gisteravond bekijk, dan zie ik heel wat variatie in de loop van de uitslagen. In sommige gevallen gaat men denken aan de CD&V, 40% vooruit, bijna 60% achteruit. De enige uitzonderingen erop zijn het Vlaamse Belang, zijn Groen, alle twee met winst. En aan de andere kant de SPA vooral verlies. Ja. Maar kan je dat verklaren waarom in 2012 dat blijkbaar wel gelukt is om die nationale thema's op te leggen, om er een soort van nationale verkiezingen van te maken, weliswaar op lokaal niveau, en dat gisteren minder goed gelukt is? Ik denk dat je moet kijken naar de algemene landelijke politieke context in 2012. De N-VA was toen eigenlijk nog een oppositiepartij, voerde een strakke campagne in de gemeenteraadsverkiezingen, die men eigenlijk ook duidelijk gebruikte als een algemene repetitie, als een mobilisatie naar de parlementsverkiezingen van 2014. Dat heeft tot die resultaten mede geleid. Ondertussen is de N-VA niet meer de onbesproken oppositiepartij. Ze staat in het beleid, federaal, regionaal. Het maakt de handen vuil, staat ook in een 30% van de gemeenten mee aan het roer, moet compromissen sluiten. En dan toch wel vaststellen dat die kracht van de verandering nu en dan toch wel eens sputtert. Ja. Ja. Nu om het lijstje te overlopen, te beginnen met de CD&V. De partij blijft eigenlijk wel marktleider, mag ik het zo uitdrukken? En hoe heeft Wouter Beke dat dan klaargespeeld? Ze blijft inderdaad de marktleider in de gemeenten. Met in verstande vooral de marktleider in de kleinere gemeenten. In de grotere steden heeft de CD&V toch nog altijd moeilijker. Denk aan het geval van Hasselt. Uitzondering op de regel is Brugisteren. Men een burgemeester erbij krijgt, maar goed, in Hasselt is men in Hasselt gaat men die burgemeester verliezen. Ik bezit het resultaat van de CWP een beetje als een koerscorrectie ook ten aanzien van 2012. Hè. Men heeft toen nogal wat kiezers kwijtgespeeld, ook aan de N-VA. Ik verwacht dat door de dagelijkse bestuurservaring, de bestuurspraktijk, de CD&V erin geslaagd is om een aantal van die kiezers terug te krijgen. Hè. Ze hebben ook een zeer sterke traditie in onze gemeente. Ze zijn het besturen gewoon. Ze kennen de knepen van het vak. Je merkt ook dat de partij is die het best van al ook de plaatselijke mandatarissen omkadert, traint, opleidt en zo verder. Dus dat gooit wel vruchten af. Hè. Ja, want dat is uit onderzoek ook al gebleken, hè, dat vaak lokale mensen amper weten waarover het gaat en wel geacht worden om mee te besturen. Ja, en dat probleem heeft CD&V dan minder misschien? Wel, voor een stukje ook. En er zijn ook een aantal incidenten geweest met CD&V-kandidaten. Maar ja, hier spelen dieperliggende processen. Denk aan een proces van ontzuiling. Tot 20, 30 jaar terug was het zeer eenvoudig. Men had de raadsleden die mensen op straat kenden. Men had een breed netwerk van socioculturele organisaties gekoppeld aan de partij. Die zijn stilaan aan het opdrogen. En dat wordt hoe dan ook voor de CD&V een probleem. Hè? Omdat op termijn te blijven volhouden om die resultaten te evenaren. Om die resultaten te evenaren. De cijfers van gisteravond tonen toch ook aan dat er in een respectabel aantal gemeenten ja, de resultaten van de CD&V onderhevig zijn aan erosie. Ja, want ja, die grote steden zijn ze al een poosje kwijt. Heeft dat te maken met het electoraat in die steden? Die dan misschien minder naar CD&V neigen?
Dat is eigenlijk een historische factor, opnieuw met een aantal uitzonderingen. Ik denk aan Hasselt, is tot in 1994 katholiek bestuurd geweest, Kortrijk tot aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat waren ook niet de prototypes van de grote industriële steden. Zijn die eigenlijk al een poosje kwijt, die steden? Ze zijn die al een poosje kwijt en ze zijn er vaak ook niet echt in geraakt. Hè? Steden, kijk naar de oorsprong, liberalen plus en daar rond arbeiders, een arbeidersbevolking. Waar het moeilijk was voor de christendemocraten om aan te slaan. Dat was het jachtterrein van de sociaaldemocratie en van het liberalisme. Ja. Voor we het over die sociaaldemocratie en liberalisme gaan hebben, in alfabetische volgorde, ik heb het gezegd, groen, u zei het, hè, vindt algemeen genomen. Nu, bij vroegere verkiezingen hoorde je wel eens zeggen, ja, ze winnen wel, maar minder dan peilingen hadden voorspeld. Hè. Het is een overwinningsnederlaag. Ja. Ligt dat nu anders? Ik heb de indruk, alhoewel, ik heb het nog niet tot op een decimaal uitgeteld, er zijn ook gevallen waar die vooruitgang toch echt betrekkelijk licht is. Maar zeker als we kijken naar een aantal steden, ik verwijs in het bijzonder dan naar Antwerpen, maar toch ook Leuven, ja, daar kun je toch wel spreken van een grote doorbraak. Hè, waar... Ja, kan je zeggen, het wordt pas een groene zondag als je dat kan omzetten naar bestuursdeelname, wat dan in Leuven bijvoorbeeld wel gaat lukken? Dat klopt en dat moeten we de komende weken nog afwachten wat er in een aantal centra gaat gebeuren. Ja. Nu, Brussel kent ook zo'n groene golf. Daar gaan overigens drie groene burgemeesters, weliswaar van Ecolo, maar men komt daar samen op, het bestuur gaan uitmaken. Nu, van voor de paasvakantie in de maand maart tot vorige week hebben ouders, schoolkinderen elke vrijdag actie gevoerd voor schone lucht. Eerst aan één school, de week nadien aan 7 scholen, 20 scholen, 30 scholen. Mm. Het begon in Vlaanderen. Kan je zeggen dat die burgers mee zaken op de politieke agenda hebben gezet? Die burgerbeweging begint dat een steeds grotere rol te spelen en profiteren partijen daar dan van? Ik denk dat dat alleszins het geval is in de steden. Hè. Minder op het platteland in de mate dat we nog platteland hebben, uiteraard. We weten in het algemeen dat politieke partijen leiden aan ledenverlies. Dat is één probleem. We zien ook uit onderzoek dat hun activiteitspatroon afneemt. Vergaderingen, congressen, studiedagen, tot en met de bals van de burgemeesters, dat verdwijnt uit de lokale politieke cultuur. Dus is eigenlijk de centrale vraag van, ja, wat is de betekenis van een politieke partij als vehikel in de lokale democratie, in de representatieve democratie. Ja, een partij die de behoeften opneemt, waarneemt in de samenleving en die gaat vertalen in een beleidsagenda, die zit in de hoek waar de klappen eigenlijk vallen vandaag. En dus moeten we gaan uitkijken naar wat ontstaat daarnaast. Hè. En dan zie je een burgerbeweging, Filtercafé, Filtré, die schone lucht op de agenda zet. En in dit geval profiteert dan een partij van die dat ook op zijn programma heeft staan. Wel, die twee matchen natuurlijk perfect met elkaar. Hè. Zou kunnen wijzen naar Ringland in Antwerpen bijvoorbeeld? Is hetzelfde fenomeen. En dat wordt eigenlijk de uitdaging van partijen van hoe vinden we aansluiting bij wat in een bredere samenleving groeit. Dat is één. En mag je zeggen, groen is daarin geslaagd vandaag? Ik denk dat in een aantal steden groen daarin geslaagd is. Alles is het duidelijk het geval in Brussel, waar die twee elkaar perfect gevonden. Je kunt ook de vraag stellen van, ja, wat is de toekomst van die burgerbewegingen? Moeten wij naar een ander type van partij, naar een ander model? Ook in onze gemeenteraden maken we toch nogal wat, of noteren nogal wat symptomen die toch te maken hebben met particratie, strakke partijdiscipline, de elite beslist, gemeenteraadsleden. Ja, daar krijg je een burgerbeweging niet ingepast natuurlijk. Hè? Die mensen krijg je daar niet ingepast, want die zijn gewoon van hun mond open de doop. Dus, misschien is dat wel een goede prikkel voor de lokale democratie. Ja. De N-VA dan, u heeft er al op gewezen, 6 jaar geleden is men daar wel in geslaagd om een nationaal thema op te leggen aan die lokale afdelingen. Men heeft dat nu opnieuw geprobeerd, hè, veilig thuis in een welvarend, en dan mocht je de plaatsnaam invullen. Nu, veilig thuis in een welvarend plaatsnaam in te vullen, werkt dat in pakweg de Westhoek of de Kempen, waar die lokale mandataris misschien moet vaststellen, ja, hier is helemaal geen veiligheidsprobleem en nu zit ik wel opgezadeld met die nationale slogan. En in tegendeel komt het als een boemerang terug in het gezicht van die lokale mandataris, want die wordt dan aangesproken over figuren als Theo Franken, die zeer stoer doet in zijn communicatie over migratiestromen, veiligheid, maar hij nu moet vaststellen van, ja,
eigenlijk is onze grip beperkt. Hè. Zeker op lokaal niveau. Zeker op lokaal niveau zijn dat dingen die je minstens op Europees niveau moet gaan aanpakken. Dus heel... Kan dat verklaren dat je het op Europees niveau moet aanpakken? Waarom de N-VA in Brussel dan toch minder scoort dan de peilingen hadden aangegeven? Op een bepaald moment zou de partij zelfs groter worden dan de Franstalige CDH. Brussel, dat meer dan 2 jaar geleden de aanslagen heeft gekend, waar het Maximiliaanpark het discours van de N-VA doorkruist. Ja. Dat heeft blijkbaar niet gewerkt, hè, bij de kiezer. Nee, maar Brussel is hoe dan ook de meest cosmopolitische stad in België. Dus het had mij verwonderd, mocht men zich de Brusselaars zich tot zichzelf in zichzelf gaan terugplooien. Dus mij verwondert dan niet dat die boodschap niet zo gewerkt heeft. Ja. Nu, de partij is ook op korte tijd heel groot geworden, snel gegroeid. Is het dan lastig om politiek personeel te screenen? Als we eens kijken naar de voorbije legislatuur, op 5 plaatsen is er een periode van onbestuurbaarheid geweest. En het was telkens een locatie, een plaats waar de N-VA mee in de cockpit zat. Die screening van politiek personeel, dat wordt lastig als je zo snel groeit? Dat is een algemeen probleem. niet alleen bij de N-VA. De SPA heeft het ook meegemaakt in Beringen met een politicus van Turkse komaf. In het bijzonder stelt inderdaad het probleem zich bij de SPA, bij de N-VA, omdat men op zeer korte tijd die lokale afdelingen vorm heeft moeten geven. En we weten altijd wie men aan boord haalt. Ja, en je stelt vast, oftewel kwamen er novieten aan die eigenlijk amper enige ervaring hadden in wat is een politieke partij, wat zijn normale processen in een partij, wat zijn acceptabele actievormen enzovoort. Maar in zeer veel gevallen kreeg de N-VA ook nogal wat mensen op bezoek die voordien al in een andere partij hun onderkomen hadden gevonden. En omwille van uiteenlopende redenen die de rug hebben toegekeerd, in de N-VA kwamen en ook niet altijd voor een meest solide basis hebben gezorgd. Hè. Dat vertaalt zich dan in toch wel die eerste 6 moeilijke jaren van de N-VA in onze gemeenten. En dat kleurt voor een stukje toch ook wel de uitslag van gisteren. Ja, en partijen gemeenten waar de afgelopen 6 jaar dan die onbestuurbaarheid er geweest is, die is de N-VA dan kwijt, dat komt niet meer terug? Voorlopig toch niet. Als ik bijvoorbeeld de uitslag van Turnhout bezie, dat is geen schitterend verhaal van de N-VA nu. Altijd gevaarlijk om op basis van 5, 6 gemeenten algemene wetmatigheden te gaan definiëren. Maar dat zijn verhalen in gemeenten, in kleinere gemeenten. Ja, wat er in een stadhuis, wat er gebeurt van conflicten, ruzies, dat gaat rap over de tong onder de mensen op het voetbalveld, in de bus of in de cafés. Ja. Nu, u heeft eerder al aangetoond dat bekende koppen, dat werkt, dat helpt, een bonus oplevert. N-VA had natuurlijk meer bekende koppen dan 6 jaar geleden door zijn bestuursdeelname, ook op Vlaams en op federaal niveau. Zij houden natuurlijk wel stand. Hè? Iemand zoals Jan Bon, die heeft dan wel een goede score. Theo Frank in idem dito in zijn gemeente. Die bekende koppen, dat werkt dan blijkbaar, maar onvoldoende om door te sijpelen naar die kleinere gemeenten? Wel, dat is een van de conclusies die ik ook gisteravond maakte. Hè? Als je kijkt waar doet de N-VA het goed, eigenlijk in de brede gordel rond Antwerpen, tot eigenlijk het stuk noorden van noordoosten van Vlaams-Brabant. Aan de andere kant, die gemeenten waar men met een nationale coryfee de lijst kon trekken. Denk aan, ook aan Dimier in Genk en zo zijn er nogal wat. Het is wat ik vroeger noemde de oude slogan van Esso, stop een tijger in uw tank, vertaal, zet een parlementslid of zet een minister op uw lokale lijst en je maakt meer kans om vooruit te gaan dan te verliezen. Het is niet altijd een garantie, maar in de regel toch wel... Blijkt uit politologisch onderzoek. Open VLD dan, de spitse score, maar algemeen gaat de partij erop achteruit, merkt een krantencommentator op. Dat is dan dezelfde vaststelling. Wie een bekende kop heeft, hè, wie een spits heeft, die heeft iemand die kan scoren. Wie die niet heeft, ja, die moet wachten voor het oplevert. Ik heb de indruk dat de Open VLD in het algemeen in steden en gemeenten goed heeft gedaan. Toch veel beter dan in 2012. Ze gaan terug een rol van betekenis spelen in onze steden, waar ze eigenlijk na de vorige gemeenteraadsverkiezing quasi aan het marginaliseren waren. En vaak onder de 9 à de 10% gevallen was.
Vandaag zien we daar een terugkeer. Voor een stukje spelen ook weer nationale factoren mee. Denk aan Oostende, waar Tommelijn, bekend als staatssecretaris. Nu, u zei dat net, uit onderzoek blijkt dat het electoraat van de liberalen, ook van de socialisten, in die steden ligt, niet op het platteland, of toch minder. Dat was inderdaad bij de liberalen historisch het geval, maar merkwaardig genoeg waren ze dat aan het begin van deze eeuw aan het kwijtspelen. En nu dat keert terug. U wees op Tommelijn, je kan ook zeggen Bart Somers, François van Quickenborne, Matthias de Klerk, die gaan er allemaal op achteruit, want daar wil ik toe komen. Gaan toch ook wel een aantal bekende liberale koppen die het niet zo goed doen. Hè? Mag de Blok in Merchten, Philip de Bakker in Antwerpen, Sven Gats in Jette, Jean-Jacques de Gucht in Aalst, om er maar een paar te noemen. Het is geen garantie altijd. Nee, maar het zijn allemaal gevallen die je individueel moet gaan bekijken. Als je verwijst naar de Bakker in Antwerpen, kijk naar de voorgangster van hem in 2012. Annemarie Turtelboom, ook van Puurs ingeweken in Antwerpen, was ook al geen succes. Hè. De Open VLD zat daar al zwak, dat kun je de Bakker moeilijk gaan aanreiken. De Gucht is toch al verhuisd, is niet in zijn eigen gemeente opgekomen. Nee, is eigenlijk van Berlaar. Komt eigenlijk van Berlaar en je hoort dat er reacties, ik ga het anders uitdrukken, als ik de carrières bekijk van burgemeesters, dan is quasi 95% getogen en geboren in de gemeente waar ze zijn. Dus als je niet de nodige banden hebt met het plaatselijke verenigingsleven, dan heb je toch al een moeilijke. De kiezer houdt niet van importburgemeesters of importkandidaatburgemeesters? Er zijn er uiteindelijk maar weinig in Vlaanderen. Van der Not heeft het wel gemaakt in Oostende, maar het heeft toch wel een tijd geduurd. Er zijn bekende uitzonderingen op de regel. Denk aan Camille Huismans, die vanuit de Bilzen naar Antwerpen is vertrokken. Dat toch zeer lang de lakens heeft uitgedeeld. Wat is eerder uitzondering, hoor ik u zeggen? Het was eerder uitzondering. Je mag aan de andere kant ook niet vergeten dat, vergeleken met 20, 30 jaar terug, mensen ook veel mobieler zijn. Hè? De plaatselijke bevolking van de gemeente verandert ook zeer snel. Ja. Nu, Van der Lanotte brengt ons bij de SPA. Wordt door heel wat commentatoren van u omschreven als de verliezer. U heeft onderzoek gedaan naar het electoraat van de socialisten, onder meer op vraag van het tijdschrift Samenleving en Politiek. Wat is er aan de hand met het electoraat van de SPA? Ik denk dat er verschillende problemen zich stellen. Hè. In de eerste plaats, de SPA leidt onder de nationale trends die we opgetekend hebben bij vorige parlementsverkiezingen. En die waren negatief. Hè. We hebben ook in het verleden gezien dat de lokale uitslag van de SPA sterk gekoppeld is aan de nationale. Dus als het nationaal fout gaat, dan gaat men dan ook ter plaatse het gelag voor moeten betalen. Twee, als we kijken naar kleinere gemeenten, daar had de SPA het al zeer moeilijk. Hè. Heeft men weinig penetratiekracht. Ik heb het eens becijferd in 30% van de gemeenten in 2012 al. Haalde men niet eens de 10%, wat toch wel een zeer marginale uitslag is. Omdat dat electoraat daar niet is in die kleinere gemeenten, in die kleinere landelijke gebieden? Wel, ik denk dat de SPA zich in die kleine landelijke gebieden ga je ook hopen sociale problemen en zo verder hebben. Maar ik denk dat de context, het bestuurlijk niveau, de bestuurskracht van die gemeenten, te klein is voor een partij die zich sterk focust op alles wat te maken heeft met sociaal beleid. Ja, wat kun je in een dat gemeente zit op van een hoger niveau. Hè? Op, ja, wat kun je in godsnaam van een gemeente van 10, niveau, ja, wat kun je in een gemeente van 10.000 inwoners een serieus sociaal beleid gaan voeren? Ik denk dat het ook een van de problemen is. Hè? De match is er niet tussen wat de ambities zijn van een socialistische partij, zeker op een paar core business, sociale thema's. Je hoort al eens zeggen, Groen en SPA zijn communicerende vaten, maar is dat eigenlijk wel zo? Want dat electoraat van Groen, dat zijn ook niet die mensen die omwille van de sociale zekerheid naar Groen kijken, maar wel omwille van de schone lucht bijvoorbeeld, of mobiliteit. Ik heb de indruk dat je hooruit kan stellen dat ze communicerende vaten zijn voor een bepaald deel van het electoraat. En dat zijn dan iets wat de hogere school, de linkse kiezers. Uh-huh. Maar Groen heeft het zeer moeilijk om arbeiders aan te trekken. Zoals de SPA het vandaag toch ook wel moeilijk heeft om jongere hogescholen aan te trekken. Ja,
een aantal uitzonderingen niet nagesproken. Ja. Denk aan het Leuvense. Ja. Nu, we hadden het al over die burgemeestersbonus, hè. De tijger in je tank, de bekende kop. Als een burgemeester op pensioen gaat, zoals Daniel Termont in Gent, dan ben je die bonus bij voorbaat al een beetje kwijt natuurlijk. Wel, niet altijd. Hè. Als we naar de geschiedenis van Gent kijken, we hebben een transitie meegemaakt van Timmerman naar Beke, dan van Beke naar Termont. En iedereen dacht van, die gaat dat nooit kunnen waarmaken. Die heeft dat een aantal jaren wel op een schitterende manier gedaan. Nu valt alles tegen. Ook hier, denk ik, zijn er verschillende elementen die spelen. Denk aan een aantal recente affaires in Gent, te beginnen met Publibaar, Publifin. De berichten die we de voorbije weken hebben gelezen over de kwaliteit van een aantal sociale woningen in de stad heeft uiteraard... De Skybox in de Gelamco Arena. Voilà. En uiteraard, dat raakt eigenlijk de rode kern van het electoraat in het hart. Hè. Mensen die in een woning moeten verblijven van lamentabele kwaliteit en dan geconfronteerd worden met dat soort verhalen, dat komt allemaal zeer hard. Ja, PvdA haalt 2 zetels in Gent. Ik vermoed dat er wel een verband tussen is, ja. Ja, nu, met het oog op de verkiezingen, belooft dat dan weinig goeds? Die bonus van die sterke figuren, goed, als men ze niet meer levert, ja, dan is men die sterke figuren kwijt. En bovendien heeft de SPA daar ook nog dat cumulverbod aan toegevoegd. Dat is inderdaad een zeer moeilijke beslissing geweest van John Crombie. Ik denk op korte termijn wordt daar een prijs voor betaald. Hè. Nogmaals, men is die tijger kwijt. Hè? Ja. Men is die tijger kwijt voor de tank. Aan de andere kant denk ik dat het de ruimte creëert om nieuw talent aan te boren. Maar dat veronderstelt wel dat die partij ook ernstig moet investeren in haar lokale werking. Hè. Je merkt toch, als je bijvoorbeeld toch ook kijkt naar Lommel, dat ze de lokale toestanden meegespeeld hebben, maar ja... Van Veldhoven is dat dan? Ja, soms hebben mensen het gevoel veel te lang bij dezelfde groep, bij dezelfde familie aan het blijven. Dat vrijgt zich. Ik denk, had in Leuven de zoon van Louis Tobak de lijst getrokken, dan hadden we gisteren waarschijnlijk een heel andere uitslag gekregen dan met Ridouani. Mensen willen af en toe een nieuwe kop zien. Dat en is Ridouani is dan zo'n nieuwe kop. Hè, Ridouani moet het dan waarmaken. Hij had daarboven ook wel het voordeel dat hij toch al jaren bestuurservaring had. En dus ook zeer als schepen, ook, ja. Als schepen in zijn stad. Ja. Het Vlaams Belang is eigenlijk ook een winnaar. Hij heeft aangetoond dat de partij niet dood is. Ja. Hoe heeft ze dat klaargespeeld? Het Vlaams Belang krabbelt inderdaad recht in een aantal gemeenten, tweede of derde partij zelfs gewonnen. In een aantal, niet meteen het resultaat, de resultaten die we hebben opgetekend in de tweede helft van de jaren 90, begin van deze eeuw. Nu, we weten dat, daar komt terug de N-VA in het verhaal, we weten uit onderzoek dat de kiezers van het N-VA en deze van het Vlaams Belang kiezers zijn die zeer sterk wantrouwen staan tegenover het lokale bestuur. Weinig vertrouwen in stellen. De N-VA heeft die massaal ook gehaald in 2012. Allicht afgenomen van het Vlaams Belang toen, maar ondertussen, N-VA heeft mee moeten besturen, mee de handen moeten vuilmaken. En het is dus niet onwaarschijnlijk dat een aantal van die wantrouwige kiezers terug naar wat ik noem hun heimat zijn gegaan van weleer. Ja. Ja. Op een aantal uitzonderingen na dan, want er zijn ook wel een aantal plaatsen, Aals bijvoorbeeld, waar de beide partijen erop vooruit gaan. Die stromen tussen partijen, dat is nooit 100% van de ene naar de andere. Er zit nogal wat andere kleurtinten bij. De N-VA doet het ook zeer sterk bij de arbeidersgroep. Hè. Men zegt inderdaad dat in het verleden de instroom bij het Vlaams Belang, liever, vooral voortvloeide uit socialistische kringen. Ja? Ik kan me perfect voorstellen dat we vandaag die beweging ook hebben meegemaakt in een aantal steden. Hè? Ja. Overigens, in Aalst is de socialistische beweging toch wel voor een stuk geïmplodeerd na de crisis die daar ontstaan is bij de installatie van het vorige gemeentebestuur. Hè? Waarbij de lokale SPA-afdeling eigenlijk een eigen partij heeft opgericht, voilà. En zich distancieerde van de nationale leiding. Was overigens omwille van de samenwerking met een
ex-Vlaams blokker, Vlaams Belanger, Karin van Overmeijer, die daar schepen is geworden onder N-VA-vlag. Over Vlaams Belang gesproken, verdient de opgang van Forza Ninove geen politiek wetenschappelijk onderzoek? Wel, ik denk dat het toch wel een interessant gegeven is. In het verleden hebben we dat onderzoek al gedaan in Antwerpen, hè, en toen perfect kunnen verklaren waarom breekt het Vlaams Belang door. Nu is het interessant om te gaan kijken van één, hoe komt het dat men ook in relatief kleinere stedelijke of een oude industriële centra kan maken. En dan twee, betekent dat dan, en dat is iets om op te volgen, dat lokale afdelingen van het Vlaams Belang zich in de toekomst gaan dedouaneren van het nationale etiket, toch wel het harde autoritaire rechtse etiket. En andere namen gaan gebruiken, zoals in Grimbergen, waar Bart Laremans, ex-Kamerlid, voor het Vlaams Belang al een coalitie heeft afgesloten. Ja. Dus ik denk dat in alle stilte men de infiltratie van het Vlaams Belang van haar ideeën in onze gemeente zullen meemaken. Hè? Ja. In de mate dat het al niet gebeurd is. Ja. Heel kort nog, het waren ook provincieraadsverkiezingen. Wat hebben die ons geleerd? Want die worden vaak voorgesteld als een peiling voor de nationale verkiezingen. Mensen stemmen vaak voor de lijst, niet meer voor namen. Wat leren ze ons? Wel, ik denk dat ze nu nog een veel betere predictor zullen zijn voor de komende parlementsverkiezing dan het geval was in 2012. Hè. Nu, N-VA krijgt de bovenhand in de meeste provincieraden. Ja. Met uitzondering van de twee uitersten, West-Vlaanderen en Limburg. Provincieraadsverkiezingen zijn nu nog beter als voorspeller, omdat die kiesomschrijvingen vergroot zijn. Hè. En vroeger maakte men gebruik van burgemeester en schepenen om als populaire kandidaat de lijsten voor de provincieraadsverkiezingen te vullen. Met die vergroting van die kiesomschrijvingen valt dat rendement van die lokale mandataris weg. En dan zie je dat men in heel veel gevallen die lijsten heeft aangevuld met ministers, met ook nationale collega's. Vandaar dat ze nog beter gaan voorspellen. Voilà, juist. Dus wie wil weten, wie al een peiling wil bij de hand nemen voor de volgende nationale verkiezingen, moet die provincieraadsverkiezingen maar eens van naderbij gaan analyseren. Professor, bedankt voor uw komst naar onze studio. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.